Robert de Ruiter, vooraf was de missie voor FC Lisse 6 punten uit de laatste 2 wedstrijden. Dat is niet gelukt. Nee. Dat is een hele simpele rekensom. Dat is niet gelukt. Nee. We hadden zeker als je kijkt naar de andere uitslagen hele goede zaken kunnen doen. Als we hier resultaten hadden geboekt. Alleen we hebben het geprobeerd. We hebben ons best gedaan. Maar het was niet genoeg. Wat is het gevoel dat nu overheerst? Natuurlijk een teleurstelling. Ik denk ook dat we uiteindelijk de eerste half uur na rust hadden we die gelijkmaker moeten maken. Ik vond ook toen Hardenberg makkelijk voetballen en vermoeid ogen. Maar goed, we waren niet in staat om dat laatste zetje te geven. Waar lag dat dan? Ja, een stukje power, een beetje fitheid, gebrek aan in dit geval. Scherpte kan je het ook noemen, dat weet ik niet. Ik denk dat het eerder een kwestie is van vermoeidheid, fitheid. Waardoor het niet lukt. Kijk, zoveel hebben we uiteindelijk niet weggegeven totdat we alles of niets gingen spelen. En toen heeft Björn ons een paar keer goed op de been gehouden. Een paar keer wedstrijd gekiept. Alleen voorin konden we te weinig potten breken. En zelfs met het inbrengen van nog een aanvaller en nog een aanvaller nam je alle risico's van dien. Maar nogmaals, we konden geen goal maken. Is toch wel het gevoel dat het nog wel goed gaat komen voor FC Lisse? Dat volgende week de wereld er ineens heel anders uitziet? Nou, dat kan zomaar. Kijk, het is natuurlijk gaaf. Voor de neutrale toeschouwer is het natuurlijk gaaf dat het... Dat het in de laatste wedstrijd beslist wordt. Zowel de titel bovenin als wie er PD gaat spelen. Kijk, Tech verliest van VVSB. Dat betekent dat we die onder ons hebben. En dan hebben we er gewoon nog een paar in de buurt. Ja, als wij geen fout maken, dan hoeft er maar één van die drie die bij ons in de buurt staan wel een fout te maken. En dan ben je er. Dus we hebben een nieuwe missie. En dat is gewoon winnen van Jong Sparta. Heb je iets meegekregen van Martin van Ewijk en Ashwin Manuhutu, wat zich daar al speelde? Ook nu voor het eerst. Nee, hebben we niets van meegekregen. Nee. Ik heb het ook niet gezien, maar we zagen een melding op Twitter dat er gebeten zou zijn door Martin bij zijn tegenstander. Hoor ik voor het eerst. Gaan we uitzoeken hoe het zit? Ja, ga maar sporen zoeken. Ik ga het in ieder geval niet doen en ik heb er niks van meegekregen. Veel succes wensen volgende week. Dankjewel.